bij de nieuwe BMW R1200 GS. De BMW GS'en die bestaan al zo'n 30 jaar. En dit type is vorig jaar in de motorbeurs in Keulen gepresenteerd. Wat is het anders aan deze motorfiets dan ten opzichte van de vorige? Het grootste verschil is waarschijnlijk toch wel het blok. Wat vroeger dus volledig een luchtgekoeld blok was, is nu deels luchtgekoeld en deels vloeistofgekoeld. Je ziet het aan de buitenzijde, hij doet wat ranker aan. Ze hebben een aantal koelkanalen gemaakt in het blok. Waarbij het blok, op de plekken waar het blok het heetst wordt, daar hebben ze nu vloeistofkanaaltjes gemaakt om de boel beter te kunnen koelen. Aan de zijde loopt nu de uitlaat. Vroeger kwam die van voren eruit zitten, en nu komt die dan van onder eruit zitten. En ook een groot verschil ten opzichte van de vorige, dat de uitlaat nu aan de rechterkant van de motor zit. De kardan zat vroeger aan de rechterzijde, die zit nu aan de linkerkant van deze motor. Als we gaan kijken naar de zitting, het is erg prettig om te zitten. Hij is in standen verstelbaar, niet alleen de zitting van de bestuurder, ook de zitting van de passagier. Erg prettig, waarbij iedereen dus op een juiste manier en op een prettige manier lang de kilometers kan volmaken. De tank is wat smaller dan de vorige, waardoor de zitpositie ook weer prettiger wordt, want je hebt niet het gevoel dat je op een hele grote motorfiets zit. Breedstuur. Voelt prettig aan. Spiegels, trillingsvrij, goed zicht in de spiegels. Keurig gedaan. De motorfiets zit aardig gevuld met elektronica. Elektronica is bedienbaar vanaf het stuur. Je zit bijvoorbeeld op ABS, ESA, dat is voor de vering, tractiecontrole. En er zijn mappings voor het blok. In verschillende standen kun je die instellen. Allemaal bedienbaar vanaf het stuur. Evenals, we hebben hier een versie met een navigatie erop. Ook de navigatie is bezienbaar vanaf het stuur. De ruit. BMW heeft aangegeven met deze ruit een ruit hebben gemaakt waarbij je minder last hebt van turbulentie. Wij merkten er toch wel enigszins van turbulentie rondom de helm. Maar dat alles heeft te maken misschien met de lengte, met de zitpositie, zeg het maar. Hij is verstelbaar door middel van een draaiknop. Op zich werkt het prima. Maar toch vinden we het wel een beetje een minpunt voor een motorfiets van deze prijsklasse, dat er niet elektronisch te bedienen is. Goede motorfiets, tijdens het rijden ook. Het vermogen is erg prettig. Het is een bruikbaar vermogen, je hebt niet te kort, je hebt niet te veel. Wat wel even win is, voor mij in dit geval, is het is een ride-by-wire, waardoor het gas heel erg licht gaat. Dus in het begin voelt het wat zenuwachtig aan, is even wennen, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, helemaal prima. Het is duidelijk dat BMW met deze nieuwe GS alle punten heeft aangepakt en nog beter heeft kunnen maken. Hij rijdt heel prettig. Het vermogensafgifte is heel prettig. Remmerij, niks op aan te merken, heel goed doseerbaar. Ik denk dat BMW hier een motor heeft gemaakt die naar het volgende niveau is gegaan. En we zijn benieuwd wat de concurrentie hiermee gaat doen.